Hoe kun je onderscheiden van de rest? Ik ben Kjell. Ik ben internetondernemer. Ik heb altijd gezegd tegen mijn moeder, ik ga zorgen voor u. Mocht jij elke dag doen wat je graag doet en dat je voldoening geeft, wat zou dat dan zijn? Hoe zou uw leven eruit zien? Ik ga doen wat niemand anders gaat doen door 1 miljoen mensen te helpen bij de transformatie van hun leven. Kerel, ik doe wat anderen niet bereid zijn om te doen. Go the extra mile, dat is exact wat ik gedaan heb. Ik besloot mijn leven over een compleet andere boeg te gooien, omdat ik niet langer van loon naar loon wilde leven, zonder voldoening te halen uit wat ik deed. Haal een diploma, werk voor een baas, koop een huis, trouw en krijg kinderen. Dat is zo cliché en niet het leven dat ik wilde leven. Wanneer ga je werk maken van je leven? Ik wil niet dat mijn toekomstig kind opgroeit in een maatschappij van negativiteit en doemdenkers, maar in een positieve en vooruitstrevende maatschappij van goalgetters. Dus wij investeren heel veel in onszelf. Ik zeg altijd, mijn rode Tesla kun je van mij afnemen, je kunt de Rolexen afnemen, je kunt mij eender wat afnemen. Er is één ding wat je nooit van mij kunt afnemen, dat is wat hier zit. Stop met hopen dat er iets gaat veranderen, maar neem elke dag actie om van hoop realiteit te maken. Want dat is exact hoe ik het gedaan heb. Leef met passie en zorg ervoor dat als jij 80 jaar bent, niet moet terugkijken op een leven van spijt. Iedereen kan rijk en succesvol worden. Dat is niet moeilijk, want als ik het kan, dan kunt jij het ook. En jij hebt controle over je leven. Dus leef je mooiste leven, want een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op. Neem verantwoordelijkheid. Jij bent een architect van je leven. Jij bent een auteur van je boek. Dus jij bepaalt het volgende hoofdstuk.